even zoals nu. Even Stil verscheen oorspronkelijk 20 mei 2005. En 6 februari 2015 verschijnt de deluxe editie. Die deluxe edition is een dubbel cd met het oorspronkelijke album en daarbij een bonus cd, een tweede cd. Met exclusieve tracks en moeilijker te krijgen dingen. Sommige zijn eerder verschenen, sommige totaal niet. Even Stil is sowieso ook wel een heel speciaal album. Kijk, Brain had al heel wat succes gehad en ook al wel echt solide albums gedropt. Maar op een of andere manier was Even Stil toch wel echt die volwassen, complete plaat. Voor mij wel, qua tracks, een van de meest speciale platen. En ja, wat kan ik over de titeltrack zeggen? Het is gewoon, ja, is een nummer wat er eigenlijk in 3 kwartier uitkwam. Ik weet nog dat Mani, die had een beat naar me gestuurd en ik hoorde die track. Ik heb gelijk de tekst geschreven en opgenomen. En dat was een ruwe demo, maar die hebben we nooit meer veranderd. We hebben alleen uitgemixt en uitgebouwd qua productie. En Pascal Jacobsen van Bluff, die wordt erin gesampled. En Bluff vond het ook heel tof om mee te doen, dus in die zin is het wel een sample. Maar ze hebben wel echt medewerking verleend aan het nummer. En Pascal zit ook in de videoclip. En die is eigenlijk is Pascal daarin een hologram. Maar we hebben hem echt gefilmd. We zaten op een ronddraaiend plateau in de videoclip. De track met Bluff van Brainpower, Even Stil. Eén van de doopste tracks, period, in Nederland gemaakt. Alles onthullend, denk vaak aan die dagen die ik mis, want ik zeg het. Naakt naast elkaar in bed liggend, niks zeggend. Wees nog even stil. Ik was bij een concert van Coldplay met de directeur van Universal, dat was toen EMI. En die zei tegen mij dat Even Stil alarmschijf was. En ja, dat vond ik best wel een uniek moment, omdat voor zo'n dergelijke track, een inhoudelijke hip-hop track, op die manier geproduceerd is, dat gewoon wel extra uniek. Eigenlijk, hij is de eerste hip-hop artiest in Nederland die nu gewoon zijn deluxe edition krijgt van een album. Voor mij betekent dat nog veel als iemand die echt tastbaar product nog als iets belangrijks ziet. Ik ben ermee opgegroeid, dus om dan een deluxe edition van zo'n cd in je handen te hebben, is toch something special. Terug is een van mijn favoriete nummers op het album. Daarom is Brainpower weer terug. Vet en spit erbij, mijn roeping is de echte reden. Voel het echter en beleven, doe het zeggen. Schreeuwen, leven, hoeveel vet en spit erbij. Doe het zeggen, schreeuwen, leven. Daarom is Brainpower weer terug. Fucking brain, brain genius, brain child, man. Fucking... I don't understand a word he's fucking saying, but I love this album, man. It missed the Bostic's hip hop shit. Peace. Did I say that? Nah, but it was dope. En Even Stil was gewoon, ja, ik vond het wel een mooie tegenhanger voor 5 jaar van hele hectische tijden om even stil te zijn en te bezinnen en stil te staan bij wat er allemaal gebeurd is en wat ik allemaal gedaan had. Alleen het grappige is dat toen Even Stil uitkwam, begon het weer helemaal opnieuw. Dus en daar ben ik super dankbaar voor. En Even Stil was ook een enorme tour. Ik weet nog dat de Opposites in het voorprogramma stonden. En dat Kees toen zei van ja, Brainpower die was hier binnenkomen lopen op kantoor en die vroeg, joh, jij doet de Opposites toch? Ik zei ja, die moeten we een voorprogramma doen. En ik toen dacht zo aan de telefoon, wow, sick, yes, gruwelijk, we made it, we are there. Pro onder de B-boys, het was echt een anthem. Die hele clipshoot was gewoon funny. Met een camera op mijn hood. Rijden door de tunnel naar Schiphol met Brain. Met onze head moves en alles. Je bent voorbij, zit op Rijn. En je meisje kijkt weer blij als ik shine. Met een refrein, drop me moeilijke shit, gelijke tijd erbij. Ik denk gelijk aan, dit gaat je pet erboven als een dierenwinkel logo. Sowieso pro. Want dat vond ik heel erg dope. Ik dacht, wow. Weet je dat je denkt, bababab, wat is dit? Als ik toen al kon terugspoelen, met mijn afstandsbediening had ik het gedaan. Met een van de hardste Nederlandstalige hip-hop nummers ooit. Dat is gewoon een classic, klaar. En dan moet je gewoon niet meer aanraken. Dan moet je gewoon, dat nummer moet je gewoon op een stoeltje zetten.
wat licht erop, puffy rook, mooi, luister. Die mad funky flow shit, die gasten kunnen niet hangen en Braintje doet het zo shit, die oh shit, die spit in de brag en bullshit. Om pro live te doen, om tracks als Even Stil live te doen, in de Ahoy, met Bluff. Dat zijn wel van die momenten die gewoon bijblijven. MC, citeer mezelf hierbij, dus wees nou even stiller dan die 2 minuten zijn of 4 bij. Pascal! Wees nog even stil. Tegen dingen voor je aan jezelf voorbij raast. Dus ahoy! Iedereen heeft een mening, zijn nummer geproduceerd is de OJ. Dat was destijds alleen online als download verkrijgbaar, maar eventjes, geloof ik een week of zo. En die track is verder nooit uitgekomen op CD, dus die staat er ook op. Ons enige issue is nu dat het zo dope wordt dat het lijkt alsof het in een studio is. Een van de samenwerkingen waar ik heel trots op ben, is een samenwerking met Frank Boeien. Het nummer heet De Kleur van Je Hart, tussen haakjes Zwart-Wit 2005. Dat is dus eigenlijk een remake van Zwart-Wit, de grote hit van de Frank Boeien groep uit de jaren 80, die vaak gecoverd is en vaak aangehaald wordt. Ik vind het nog steeds een tijdloze klassieker. En dat was voor mij echt een hele, hele grote eer om met Frank Boeien te mogen samenwerken. En die song was toen niet op het album gekomen. Maar die song kwam op een cd die uitgedeeld werd in de platen 10-daagse. Er zijn er 600.000 van uitgedeeld. En toch heb ik over de jaren heen altijd nog iets willen doen met die track. En nu is daar het moment. Het is een van de bonus tracks op de tweede cd in de deluxe edition. Ja, dat album heeft voor mij nog wel wat speciaals. Er staan ook gewoon tracks op die heel persoonlijk zijn. Ook heel persoonlijk voor Brain, maar die ook andere mensen persoonlijk raken. Zoals bijvoorbeeld Waren ook. Dat is gewoon echt een track met heel veel... emotie, die betekent ook veel voor mij. Ik heb die track zelfs gedraaid op de begrafenis van mijn vader, weet je. That's deep. Dat doe je niet zomaar. Er zijn maar een paar tracks en die track staat daar gewoon tussen. Ook omdat mijn vader ook gewoon wel echt een Brain fan was. Maar kijk, ik ben natuurlijk bij al die recordings geweest, dus ik heb ook gezien hoe dat proces helemaal tot stand is gekomen. En om Brain in actie te zien in de studio laat je ook gewoon goed zien. Niet alleen dat hij een perfectionist is, maar wel een echte vakman, hoe hij bezig is met zijn craft. En ja, als ik denk aan gewoon momenten met Cool Keith opnemen, weet je, ook weer zo'n collabo die hij toch voor elkaar kreeg en hem op een Nederlandse plaats zet. Dat zijn gewoon aparte dingen, ook niet iedereen zou dat zomaar doen. Het is voor mij gewoon een hele eer en weer een droom die uitkomt. Funky flow shit, die gasten kunnen niet hangen en Brainje doet het zo shit, die oh shit, die spit in de brag en bullshit, die Chris rapper doe je hip hop leef je fucking oh shit, die pro shit, die mad funky flow shit, die gasten kunnen niet hangen en Brainje